laatste optreden van de Hot Stuts. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Het is begonnen in 2005. Toen ik een telefoontje kreeg van John Verhoeven. Die wilde een coverbandje beginnen met jaren 60 muziek. En hij belde me op van, had ik er interesse in. En dan ook in stijl van toen met pakken, stropdassen, schoentjes. En ik had behoorlijk veel van die muziek meegekregen van thuis. Dus dat leek me wel mooi. En vanuit de muziekwereld, met name de Ernst muziekwereld, dus John Verhoeven, Tony de Groot. En zij hadden van de vorige band, kenden zij Peter Kuipers nog. En dan was ik de vierde. En zo zijn wij in 2005 begonnen met repeteren bij John Verhoeven thuis op de Meerbosweg. En in juli, kermis 2005, de eerste optreden op het Gansoord. En zo is het allemaal ooit begonnen. Verder optreden heb ik gedaan, ja. Dus 2005 begonnen bij, dus met een kermis. Op een gegeven moment hebben we het, was dat 40 jaar of 25 jaar bestaan van de voetbalclub toen? Nee, dat zal meer dan 25 geweest zijn, maar in ieder geval. RKVVR heb inderdaad zoveel jaar bestaan. Pronkzitting. 2006 met Souplesse meegedaan, bij Van Haandel een aantal keer, ook toen ik terugkwam uit Australië in 2007, terugkwam van een buitenlands stage, twee keer uitverkocht Van Haandel, dat was ook erg leuk. Vanavond hier in Ter Aa, de ene en laatste keer. En veel in omstreken uiteraard gespeeld. Ja. De hoogtepunt in Aarde, de eerste keer Paaspop, dat was in 2007, volgens mij Paaspop 2007. Dat was net voordat ik naar buitenland stage ging, dat was ook wel super vet. Dat was het eerste grote festival waar wij stonden, waar wij een half uur voor het optreden op het podium stonden en de zaal, ja, daar stonden wel wat volk in de restaurants, maar niet gek veel. Omkleden en op een gegeven moment moesten we op en dan kwamen we op in een ramvolle tent. En dat was echt vet, dan speelden we een uur op een gegeven moment iedereen op de tafels. Ja, dat was echt, dat was gekhuis. En dat was voor ons toen echt de eerste keer dat wij voor zo'n tent stonden. Die zo uit zijn dak ging. Maar allemaal, ja, veel bekenden uit Erp, Boeko, Gemert, noem maar op. Dat was wel echt de eerste vet, dat je dacht van wow, dit is echt vet. En daarna, ja, gegroeid richting Zwarte Cross. Ja, 10.000 man op Zwarte Cross is ook, ik denk wel het grootste wat we bereikt hebben. En daarna is proberen dat niveau vast te houden en de leuke optredens te blijven doen. En nou, dat hebben we lang volgehouden op een gegeven moment. Ja, rond deze tijd. Het is mooi geweest. Maar je bent toch muzikant in hart en nieren, hè? Want je speelt nog meer bands. Ja, maar Riepop nog steeds. Een aantal jaren, nou, lang geleden eigenlijk al begonnen met Ruud met twee. Op een gegeven moment bassist erbij. Blazers erbij, meerdere zangers, zangeressen. Toetsen is, ik heb de vaste groep geworden, 3,5 jaar geleden, eigenlijk het eerste optreden als officiële band. En dat doen we nog steeds. Mm. En daar hebben we het inmiddels ook weer redelijk druk mee. Dus, Yeah.
Ja, pronkzitting blijft altijd leuk om mee te doen. Als het niet te druk is in de privéagenda, is het altijd leuk om met de pronkzitting een steentje bij te dragen. Ja. Gewoon ook om een steentje bij te dragen aan het Erpse gemeenschappelijke gebeuren waar er hier te doen is. Maar ook gewoon, het is gewoon kei leuk om hier 5 avonden bij de pronkzitting te zijn. Mee te doen met de artiesten en de organisatie. Ja, het gevoel om er samen weer 5 mooie avonden van te maken. Ook altijd leuk, ja. Klappie liedje, ja. Ik had me toch een dorst gedacht, ja. Ik heb die avond nog een gruwelijk lelijk wijf gevat. Ja. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ja, ja. Dat was... Hoe is het afgelopen? Ik heb dat wijf nooit meer gezien. Nee. Carnavalsmaandag 2008. Ik weet er niet zoveel meer van. Maar het was op tocht in Erp en de reeën konden wagens. Wat me er zo nog van bijstaat, want op maandag was mijn blik al niet zo scherp meer. Na de optocht met z'n allen naar Ter A voor de prijsuitreiking en daarna nog een pilsje in de paal. Of was het nou toch van handel? Ik weet niet zeker, ik was bezopen. Het was in ieder geval een kroeg met een zaal. Want ik had me toch een dorst die dag. Zoals iedereen met carnaval dat heeft. Ik heb die avond weer een gruwelijk lelijke wijf gevat. Ik weet nog steeds niet waarom ik dat deed. Ik had wel veel gezopen, maar toch weer niet zoveel. Dat ik er nou niks meer van weet. Ah, hey! Ah,